De bezoekers uit het Hoge Noorden hebben er al een flinke dag op zitten. Zijn vanochtend om 9:45 al vertrokken naar Nieuw-Zuid. Naar het terrein waar afgelopen week nog het Nederlands elftal trainde in voorbereiding op het duel met Griekenland. En hier direct Quick Boys in de beginfase. En het schot van Steen wordt geblokt. En hij moet uiteindelijk Jordi Thijssen doen vergeten. Die vertrok naar het Schotse Dundee FC. Max van Steen kwam over uit het tweede elftal van Quick Boys. En hij dus met het eerste wapenfeit. Van der Plas. Naar Den Hartog. En via de hoek weer naar Den Hartog. Die kan het misschien gaan proberen. Philip Den Hartog, die vorig seizoen zo lang geblesseerd was. Met een kans voor Quick Boys. Maar zijn schot gaat over het doel van Stefan van der Leij. Ravensbergen. Naar Oost. Ah, die heeft dan net niet de controle op de rand van de 16. Had hij dat wel gehad, had hij misschien wel een kans kunnen creëren voor zichzelf. Zit er nog wat in voor Quick Boys. Schot van Van der Plas is geblokt. En zo blijft het halverwege nog altijd 0 tegen 0. Gaan de spelers aan de thee en deze man aan een broodje worst. Jong Groningen. Net na de rust met een goede voorzet. Die is dan net te scherp. Een voorzet die ging richting Gijs Jaspen. Maar Jong Groningen scherp uit de kleedkamer. Hoekschop voor de bezoekers. Een kopbal net over het doel heen. Maar daar weer Jaspen. Misschien wel dicht bij de openingsgoal. Opoku. Hij weer hersteld van een blessure. Saad Dilsing. Goeie steekbal naar Van der Plas. Dit moet hem dan zijn. Maar de bal wordt van de lijn gehaald door Martijn van der Laan. De aanvoerder van Jong Groningen. Maar daar was Van der Plas misschien wel het allerdichtst bij de openingsgoal van de wedstrijd. Het enige wat de rest is de hoekschop. En Van Steen die de bal over het doel heen kopt. Ravensbergen. Saad Dilsing. Die vindt het hoofd van Max van Steen. En daar dan wel de openingsgoal. En de 1-0 voor Quick Boys. Max van Steen met zijn tweede doelpunt van het seizoen. Pas 20 jaar is die. Zoals gezegd kwam hij dus over vanuit het tweede elftal van Quick Boys. Maar doet voorlopig waar hij goed in is. Doelpunten maken. En hier ook druk zetten. Goed gedaan door Van Steen. Den Hartog met de kans. En een prima redding van doelman Van der Leij. Hij voorkomt dat Quick Boys binnen anderhalve minuut de score kan verdubbelen. Vrije trap van Rustic. Zo, dat is een beste. Een prachtige vrije trap van Rustic zorgt ervoor dat Jong FC Groningen op gelijke hoogte komt. En het is Aydin Rustic, 20-jarige speler van Jong FC Groningen, met een perfecte trap net over het hoofd van Anthony Bentham heen. En zo is het weer gelijk. En Pep-Jan Zoutman zijn mannen op. Hoekschop van Saad Dilsing. Ingekopt door Bentham. En weer die doelman van de lijn met een prima redding. En zorgt ervoor dat het voorlopig 1 tegen 1 blijft. Weer een hoekschop van Saad Dilsing. Bal ingekopt. Blijft dan hangen. Wordt daar dan tegen een hand aangeschoten. Tegen de hand van David Brown. En roept iedereen eerst geen strafschop. Ja, zegt Zoutman. Hij stopt met zijn handen. In de lucht. En dan zegt scheidsrechter Koekoek, gaat u maar op de tribune zitten, meneer. Wordt nog even gediscussieerd tussen de scheidsrechter en de trainer van Quick Boys. Met scheidsrechter Koekoek is duidelijk. De 28-jarige scheidsrechter uit Almere stuurt de trainer naar de tribune. En moet Quick Boys het in de laatste fase van de wedstrijd dus doen zonder de trainer. Opoku. En is er dan nog tijd voor Quick Boys om de drie punten op Nieuw-Zuid te houden? Hoek. Saad Dilsing. En de bal van de hoek is niet goed. De bal gaat over de achterlijn. En zo eindigt Quick Boys Jong Groningen in 1 tegen 1. We hebben denk ik af en toe prima voetbal laten zien. En het resultaat is natuurlijk teleurstellend. Want als je de bovenliggende partij bent en je geeft eigenlijk bijna niks weg, dan wil je ook graag winnen. Ja, dat het dan 1-1 wordt is zuur. En ik vind ook dat die jongens meer verdienen, dat is duidelijk.